Dan beginnen wij nu het college inleiding tekst en communicatie. En ik wil het eerste college graag ingaan op wat dat is. We hebben allemaal op de middelbare school of anders op een andere opleiding wel eens iets gehad met teksten. Dat we samenvattingen moesten maken of dat we een opstel moesten schrijven. We hebben ook wel argumentatietraining gedaan, maar het is best lastig om een overzicht daarvan te krijgen. Ik wil beginnen met een hele korte, eenvoudige definitie van tekstwetenschap. En dan komen we daarna wel uit op wat communicatie zou kunnen betekenen. Nou, de kortst mogelijke definitie van tekstwetenschap die luidt ongeveer als volgt. Dat is de wetenschap die zich bezighoudt met de relatie tussen vorm en functie in verbale communicatie. Je zou hier bijvoorbeeld, vijf vragen bij kunnen stellen. Want dit lijken eenvoudige woorden. Ik sla tekst nog maar even over. Daar kom ik na de pauze wel op terug. Maar onderzoek, nou, dan zullen jullie ongeveer weten wat wetenschap is, maar dan, ja, het woord relatie. Ja, wat is dat eigenlijk? Vorm. Denk bijvoorbeeld eens aan de vorm van een pilsglas of zo. Ja, die heeft verschillende vormen voor de verschillende soorten bier enzovoorts. Maar wat is een functie? Wat is nou de functie van zo'n vorm? Dus dat lijken bedrieglijk eenvoudige woorden. En dan zijn we nog niet aan het einde. Dan is het, ja, verbaal. Ik communiceer nu, maar ik loop rond. Ik heb intonatie. Dat is niet verbaal. Kun je wel alleen verbale communicatie bestuderen? En communicatie, dat woord is zo mogelijk nog vager. Ik neem aan dat jullie het wel met me eens zijn dat je ook zonder woorden kunt communiceren. Gesteld dat je onder de indruk met iemand onder een sterrenhemel loopt of je zit zwijgend van iets samen te genieten, is dat dan geen communiceren? Dus ik hoop dat jullie zo kritisch zijn dat je aan het einde van deze drie kwartier denkt, oké, nou heb ik iets meer gevoel bij vorm en functie, bij wat verbaal is, wat communiceren is, en dan ook nog op zoek gaan naar de relatie. Vijf elementen moet je eigenlijk de komende minuten vasthouden. We beginnen eens met vorm. Ik zei zo net de vorm van een bierglas bijvoorbeeld. Je kunt denken aan allerlei vormen. De vorm van deze collegezaal is anders dan de vorm van een collegezaal die jullie gisteren hadden. Hoe beschrijf je nu vormen? Laten we eens een eenvoudig voorbeeld nemen. Hebben wij weet van het verschil tussen de bedrijvende en de leidende vorm? Zegt ons dat nog wat? De slager slacht de koe, met dat soort vreselijke lagere schoolzinnetjes. Dat werd uitgelegd dan, dat is een bedrijvende vorm. De slager slacht de koe. En een leidende vorm is, de koe wordt door de slager geslacht. Wat is daar leidend aan? In dit geval toevallig heel veel. Maar als ik zeg, mijn haren worden gekamd, dan is daar weinig leidends aan. Dat leidend betekent eigenlijk dat iemand de handeling ondergaat. Dus ik kijk of ik word bekeken. Dan is ik word bekeken, is net een andere vorm. Is dit dat zover te volgen? Nou zegt deze wetenschap, oké, dit zijn twee verschillende vormen. Laten we eens nagaan hoe dat dan werkt. Ik neem even een voorbeeld in een tekst, dus niet één zin. Hier zien we bedrijvend of leidend. Als je dat lastig vindt, kun je ook zeggen actief. Ik kijk naar iemand, dat is actief. En ik word bekeken. Ben ik zelf object van die handeling, dan blijf ik in ieder geval passief. Nou, neem eens de kortst mogelijke tekst, twee zinnetjes. Ons nieuwe kantoor bevindt zich in het oude stadscentrum. Het architectenbureau Kehane & Co. heeft het ontworpen. Dat is actief, die tweede zin. En nu, in het tweede voorbeeld. Ons nieuwe kantoor bevindt zich in het oude stadscentrum. Het is ontworpen door het architectenbureau Kehane & Co. Zien we dat dus een heel subtiel verschillende vorm is. Zou iemand kunnen zeggen wat dan het verschil in functie zou zijn? Dus dan moet je even niet zeggen, ja, maar meneer, we weten nog niet wat functie is. Want we hebben allemaal functie gehad in wiskunde. Of we kennen dat iemand functioneert in zijn werk of wat dan ook. Of in een elftal. Kan iemand uitleggen wat de functie eventueel zou kunnen zijn? Van die, ja?
de nadruk anders ligt. Ja, heel goed. Hier wordt gezegd, de functie is dat de nadruk anders ligt. Bij een actieve vorm ligt de nadruk op degene die het doet. Kennelijk is dat dan van belang. En in het andere geval ligt de nadruk op degene die het ondergaat. En zou iemand ook kunnen zeggen, dat is nog een moeilijke vraag, welke functie of welke vorm is hier beter op zijn plaats? Die is wat lastiger hoor. Hebben we intuïtief voorkeur voor een van deze twee? Ja? Ik heb voorkeur voor de tweede, denk ik. En de tweede is de leidende vorm, zien we dat? En kun je motiveren waarom? Ja, niet om jou nauw te brengen hoor, maar meer om intuïties aan te scherpen. Ja? Ik denk dat dat zo is omdat de eerste zin gaat over het kantoor. En dan lijkt het mij dat de tweede zin ook over het kantoor moet gaan. Terwijl als je de actieve vorm gebruikt, dan gaat het meer over het architectenbureau. Heel goed, heel goed. Hier wordt gezegd, mensen die met zo'n taalgevoel deze studie beginnen, die hebben een gouden toekomst. Ja, dat kun je alvast in je zak steken. Het gaat om de voortzettingsmogelijkheden. Want kennelijk wordt hier iets gezegd over dat kantoor. En het gaat niet door op het stadscentrum, dat had natuurlijk ook gekund. Maar omdat het gaat over het kantoor, is het makkelijker om dat te verbinden met het is ontworpen door architect zus en zo. Uiteraard zijn er ook mensen die het hier niet mee eens zijn. Die zeggen, nee, dat krijgt meer nadruk de andere kant op. Maar daar kom ik later nog op terug. Hoofdzaak is, dat is een subtiel vormverschil, bedrijvend of leidend, actief-passief, ook een klein functieverschil geeft.